Wil je nu even geen paparazzi, please? Ben je aan het filmen? No! Wacht even, ik moet even de mensen opdoen. Nou, ik ben benieuwd hoor, meid. Misschien moet je even dat leuke kaartje... Ja, die kan ik er niet afhalen, dus dat maakt me kapot. Nee joh. Oh my god. Veren. Die kop ook erbij. Deutje. Oh, wacht even, mijn oorwarmers. Maak gelijk een hele shoplog, joh. Don't you love it? En ik heb... Vooral die kaartjes erbij, echt enig. Ik heb sokken met muisjes. Ah. Mooi. Het is echt lelijk. En ik heb een anti-slip. Ja, die zijn wel leuk. Maar ik heb maat 41. Dus ik ben bang dat ik er niet in kom. Jawel joh. Maar dit is het... ik hoor nu niks, want ik denk dat het ook mooi. Maar nu moet dit ding er nog even uit. Ja, dat heb ik er al afgehaald. Ja, dat is leuk. Oh, je hoort... Volgens mij heeft die pijn. Die arme beer. Maak hem niet stuk, hè? Waarom doen ze er nou weer sticker in? Ja, echt hè? Kijk even wat de damage. Oh. Oké, okay, nu ga ik mijn mensen op doen. Ja. Vind je die mooi? Je hebt er wel lief bij lachen, hè? Als een beertje. Oh, wacht even. Hoe lacht een beer? Een beer lacht niet. Die gromt. Doe een pandabeer dan. Doe je smokey eyes erbij. Smokey eyes. Ben je een pandabeer? Dat kan u niet. Oh ja. Cupcake. En een parfum waarop en staat drink me. Een sleutel en een spiegel. Drink me. Drink me. Dat is ook niet goed, hè? Nee. Don't do it at home. Don't do it. Geen parfum drinken. Niet dat jullie nou allemaal denken. Gadver. Behalve als jullie alcoholisten zijn, is er niks anders in huis. Ja, dat is waar. Dat mag het wel. Ik terugzie dat ik er dan heel stom uitzie. Maar dat is gewoon pas wel weer zo. Dus... En allemaal even abonneren op veracamilla.nl. Abonneren op veracamilla.nl. Of Vera Camilla. Camilla. Ja, Camilla. Het is Camilla. Camilla, ik zeg altijd Camilla. Ja, dat is Camilla. Het is Camilla. Oké. Okay. Vraag nu waarom, maar dat heeft mijn moeder zo verzonnen. Het is toch met dubbel L? Ja, spannend. Ga je hem nou... Ja, het is met dubbel L. Ik ben vernoemd naar een kunstenares uit Parijs. Maar mijn moeder heeft me twee L'en laten schrijven, want dat vindt ze mooier. Maar je spreekt het uit als Camilla. Is dat logisch? Nee. Maakt het uit? Nee. Zijn we naar de Primark of naar de Primark geweest? De Primark. Oh, jij plakt er nog even een T achter. Ja, Primark. Het is een markt, maar dan de Primark. Of ik een reply heb? Weet ik niet. Ik bel je wel even als ik in Rotterdam ben. Ja, hoe lang gaat het duren? Dat was mijn shoplog. Bedankt voor het kijken. Shoplog? Kijk allemaal op YouTube. Wat? Kijk allemaal op YouTube. Love you. Allebei met onze beren met in de Laplas. In de Laplas. Samen kapot. Doe niet zo gek. Kijk. Hè? Ik had... I love it. Zo mooi. Lijkt Sanne net een beer. Is het een beer? Nee, het is Sanne. Is het een beer? Is het een beer? Waar is het een beer? Kunnen we hem ook inzoomen? Ja. Waarom kijken die mensen zo, ons raar aan? Ons zo raar aan? Mensen lopen voorbij, die kijken zo gek naar mijn hoofd. Ik weer of zo, om te filmen. Schouwen kapot. Waarom? Saske, wat doet Saske nou? Dus Saske geeft geen antwoord. Ze ontloopt ons gewoon weer. Saske, Saske, Saske. Ah. Even die Erikos, Erikos. Nee, die heb ik stop. Helemaal los. Nee, die is een beetje vals gezongen, vond ik. Wel leuk. Maar ik vind Erik verder zelf wel heel leuk. Maar weet je... Niet te geil. Sowieso. Dat voelde hoor. Nou, ik ben allemaal quotes van anderen aan het chatten. Waarom? Waarom doe je dat nou weer? Waarom doe je dat nou weer? Abonneer, abonneer. Reageer. Merk ik dat ik berenwenkbrauwen had? Dus dan past die muts er wel mooi bij die ik nu heb. Voor mij hebben beren niet wenkbrauw. Maar... Nee, dat maakt verder ook niet uit. Jij hebt wel dunne wenkbrauwtjes. Ik ga even op inzoomen. Nee, niet doen. Maar ik vind ze wel mooi. Maar toen ik 15, 16 was, had ik echt van die, weet je wel, echt van die strepen zo. Mooi. Ik had dat eerst ook inderdaad. Super lelijk. Doei Sanne, zeg maar even doei. Doei. Doei.
goed, over die orgie. Ja, dat was... dat was wel leuk. Maar ja, weet je, een dagelijks dingetje, dat is... Dat is regelmatig, toch? Ja. Maar wat vind jij ervan? Ik vond het wel een heftige ervaring. Ja, zo heftig. Voor de vijfde keer, zesde keer. Ja. Ik vond het wel jammer dat Sam alleen maar toekeek. Ik vind er niks mee. Alleen met de camera. Ja. Flauw. Flauw. Maar ja, hè? Mm. 23e doet ze mee. 23e. Op het podium. Nee, de 12e. 12 maart. Dan wordt hij pas groot. YouTube Gathering. Oh ja, dat is één grote orgie. Die zijn normaal... Nog groter. Niet veel. Mijn leven is zo zwaar. Je staat erop, hoor. Wat de? Een tweet? Een tweet? Ik heb een tweet van iemand. Sorry Saskia, maar ik stop met jou te volgen. Zei je nou dat je me dik vindt? Had je dat nou gezegd, dik, Twitter? Dik, mooi dik is niet lelijk. Dik en het dat kan zijn. Dik, een breed persoon. Een breed persoon. Dik, dik met CK, dat kan een naam zijn. Dat kan ook het Engelse woord zijn voor... Dik, gezellig. Dik, gezellig. Dat is een bijvoeglijk voornaamwoordzetsel ding. Ja. En wat ik bij jou bedoelde... Ik ben gewoon dik. Inzoomen is echt het leukste wat er is. Waar zit je op in te zoomen? Op jou? Ja, maar op je neus. Op je neus! Ik doe even zo, je hoofd omhoog. Nou, dit ziet er denk ik heel raar uit als je het inzoomt. Plat, platter. Ja, Camilla. Vera Camilla. Het is Vera Camilla. Vera Camilla. Vera. Vera Camilla. Kijk, kijk.